Goedemiddag, mijn naam is Aart. Vandaag gaan we kijken naar een bocht uit de statistiek. Hier geven we een paar voorbeelden. We gaan een bocht maken voor deze conversatie hier. Het bestaat uit een minimum, een maximum, een Q1, een Q2 of mediaan en Q3. We gaan eerst hiervan al die getallen berekenen. Hier vrijgegeven van 2 tot 9. En het minimum is het laagste waarde is 2. Uw maximum is de grootste waarde is 9. Ja. Hoeveel getallen heb je een taal? Als je goed telt heb je 12 getallen. Uw Q1 is 1 vierde. Dus dat betekent 12 gedeeld door 4. Is 3. Dus het derde getal is uw Q1. Het derde getal is hier, dat is betekent dus getal 3. Dus uw Q1 zal 3 zijn. Dat is, uw Q2 mediaan is de helft van de waarneming. Dus 12 gedeeld door 2 is 6, is het zesde getal. Het zesde getal is hier de waarde 5. Dus mediaan of Q2 is 5. Dit is Q1. Dit is de mediaan. Dus uw mediaan of Q2 is de mediaan, is de waarde 5. Ja. Volgende, uw Q3 is uw 3 vierde. Dan doe je 12 maal 3 getal 4 is 36, 4 is 9. Dus uw negende getal is uw Q3. Dit is uw negende getal. Dus dat getal 7 is uw Q3. Dus Q3 is 7. Ja, is het waarde 7. Ja. Nu heb je alle getallen berekend. Dan hebben we getallen 2 minimum. Q1, 3, medium 5, 7 en 9 maximum berekend. Die gaan we nu in een box zetten. Box. Dat wordt box in een box. Wat gaan we doen? We gaan een rechte tekenen van het minimum naar het maximum van 2 tot 9. Dus van 2 tot 9. Probeer dat met een latje te doen, dat je de juiste waarde hebt, dat dat mooi uitkomt. Per centimeter of per 2 centimeter. Ja. Dan gaan we op die verdelende gelijke delen. Van 2 naar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ben een beetje te ver, moet je een beetje terugkeren, sorry ervoor. Dus 8, 9. Ja. Minimum, maximum. Dit is het maximum. Dan zet je op die box eerst je Q1. Je Q1 had de waarde 3. Dus bij 3 zet je een rechte streep. De hoogte mag je zelf kiezen, maar die is wel hoog genoeg om een box te kunnen maken. Dan zet je een mediaan erop. De mediaan is 5. Hier heb je dus de mediaan 5. Ja? Even hoog tekenen. Je Q2 of mediaan. Dan tekent je je Q3 erop. Is de waarde 7. Bij 7. En dan verbind je de Q1 met de Q3 over de mediaan. Dat is een mooie rechte box. Je hebt nu een boxplot gekregen. Dit is de boxplot voor deze configuratie. Dat is een boxplot. Je merkt, je hebt een box getekend waarin de minimum, maximum, Q1, Q2, Q3 hebt gezet. Wat betekent dat nu? Dit gedeelte bevat 25% van de waarnemingen, een kwartiel. Dit bevat ook 25% van de waarnemingen. Ja, dit bevat ook 25% van de waarnemingen. En dit bevat ook 25% van de waarnemingen. Dat is de betekenis van de boxplot. Ja, dus minimum, maximum, Q1, Q2, Q3. Ja. Tweede voorbeeld hier. Nu krijgen we een getal gegeven reeds. We moeten niet gaan berekenen. Dus minimum 6, maximum 16, Q1 10, Q2 11, Q3 13. Hoe maak je dan een boxplot? Wel, we zetten eerst van 6 tot 16 een lijn uit. Van 6 tot 16. 6 tot 16. Ja. Dan zit je daarop het Q1 is 10. Hier is Q1 10. Uw Q2 minimum is 11 ligt hier. En je Q3 13 ligt hier. Dan teken je box van Q1 over mediaan naar Q3. Ja, dus de drie delen. Dan heb je dus opnieuw minimum, Q1, Q2 mediaan, Q3 en maximum. Ja, en dan weet je nog altijd, eerste box is 25%, tweede box is ook 25%, derde box is ook 25%, en vierde box is ook 25%. Dat is de boxplot. Met de vijf elementen, minimum, maximum, Q1, Q2 en Q3. Dank voor de aandacht en de volgende keer. Bye bye.